kijken naar een nieuwe video van Twinstel. Wij zijn vandaag in Utrecht op de jaarbeurs, de hengelsport- en botenbeurs. Ja. En we gaan jullie vandaag meenemen. Ik heb er super veel zin in. We hebben eerst even een bakje koffie, want we waren een kwartier te vroeg. Het is super koud buiten. Maar eerst even opwarmen met een bakje koffie en dan komen we jullie terug op de beurs. Nemen jullie mee? Yes. Yo. Ik zie er ook mee is gekomen. Laurens is meegekomen, de chauffeur van vandaag. Ja, ja. Hey, Twinstel heeft altijd taxi nodig. We zijn net de beurs binnengekomen. Gelijk als je binnenkomt, loop je tegen de VisTV stand aan. Dus daar gaan we even een kijkje nemen. Nou, wie komen we hier tegen op de visbeurs? Daniel Weijers. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op de visbeurs? Ja, top man. Ja? Top man. Ja, het is geweldig. Het is weer hartstikke druk. Ja. Ik ben al met 200 kinderen op de foto geweest. Het is echt, dit jaar hebben ze iets super moois gedaan. Voor kinderen hebben ze het gemaakt dat je onder de 14 gratis bent. Ja. En het is te merken, ze lopen zo over kids gratis. Dat is toch een beetje de toekomst van sport. Ja, ja, dat maakt het zo leuk en gezellig. Ja. Al die kids lopen hier lekker rond en die zijn met hun ouders hier zo. Ja, dat is wat je nodig hebt. Dus lekker sfeertje hangt er rond. Dus, sfeertje. Er is genoeg te blijven hoor. Geniet ervan vandaag, man. Ja, kom goed. Nou, we komen ook wel een beetje met een missie en dat is een beetje nepvisjes en setjes en dat soort dingen halen. Dus we proberen even een beetje in te slaan. Dus dat gaan we doen. Zoveel spullen hier, joh. Ze moeten een beetje rustig aan doen met het geld natuurlijk. Niet al te veel uitgeven, maar super mooie spullen hier. Allemaal nieuwe spullen. Dus gewoon leuk om een beetje rond te kijken en dat soort dingen. Een beetje voorraad inslaan. Juist. Voor de dames onder ons. Jullie kunnen ook vissen. Super leuk. En een beetje in stijl. Ja, zeker. Het zijn nog leuke hengeltjes ook. Val je wel op. Zo'n boot, dat is toch echt. Ik heb alleen een vaarbewijs, maar ik ook niet. Daarom. Het zal wel even een droom blijven. Zo, we lopen nu langs het Social Mediaplein. Nou, komen jullie tegen van Hero Bikebusters. Hero Bikebusters. Dus even een praatje mee maken. Super gezellig op de beurs. Dus ben je op de beurs, maak gezellig een praatje met ze. Dat is altijd leuk. Zeker weten. Kom gezellig langs, als je het beter niet. Yes. Zo kan ik toch wel in de video's verschijnen. Zeker. Laat even in de comments weten of het kan. Ja, ik ga hem gewoon kopen. Hij gaat hem kopen. Ziet geeft ook demonstraties hoe het aas door het water gaat. Ook even met de vislegende op de foto. Ja, jij bent op de vislegende. Ja. Dat weet, maar jij hebt het ons geleerd.
niet vaak genoeg zeg in de video's, vissen, altijd de visboot mee. Zo, we hebben weer veel van de beurs gezien. We hebben de spulletjes binnengehaald. Wat dat is, dat laten we jullie als we thuis zijn wel even zien. En dan gaan we eerst even zoals jullie gewend zijn van ons naar de Mac toe. En dan gaan we eerst lekker burgertje eten. En dan zien we het wel weer. En het is goed koud. Het is goed koud in ieder geval. Maar ja, die hard. Die hard. Twin star. Nou, na zo'n dagje is het toch wel even lekker om bij de Mac te zitten. Het is even lekker pikken, jongens. Nou, jullie zijn niet anders gewend van ons. Wij dus allemaal gehaald. Dat zullen we nog even laten zien. We hebben de Crazy Flappers van Kitec gehaald. Deze week een soort van kreker. In het rood en in het groen. Ook hebben we de Custom Worms. Dat zijn Little Spiders. Het is ook een soort kreeftachtig met die kreeftstaartjes. Maar ja, voor het met de loodkopjes te vissen. We hebben dus loodkopjes gehaald. En voor de Carolina. We hebben nog wat Carolina haken gehaald. Dus ja, meer hadden we niet nodig, want de rest hebben we allemaal nog. Dus we kunnen weer gaan vissen, jongen. Dus ja, let's go. Dan kunnen we dikke video's maken. Zo is dat. Zo mensen, zijn we bij het einde van de video aangekomen. We hebben een superleuke dag gehad op de Hengelsport en Botenbeurs. Super veel genoten, we hebben super veel nieuwe snufjes gezien. Ja. Dus al met al gewoon een geslaagde dag. Nu is het tijd om dan de video te editen en dan gaan we online gooien voor jullie. Oké, we hebben een paar dingen vertellen. We hebben afspraken met YouTubers gemaakt. We gaan nog niet vertellen wie. Maar dat is allemaal een verrassing. Maar dan gaan we super dikke video's aankomen. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Tot de volgende keer. Yo yo.